Racisme in het voetbalstadion. Het blijkt een moeilijk uit te roeien kwaal, waarbij doorgaans niet-blanke spelers het slachtoffer zijn van spreekoren, van kwetsende spreekoren. Er zijn het afgelopen seizoen opnieuw een aantal incidenten geweest in de hoogste voetbalklasse, maar ook in het amateurvoetbal en de jeugdreeksen. Aanleiding voor een aantal vragen daarover in de commissie die zich in het Vlaams parlement buigt over sport. Aanleiding ook voor een debat. Dag dames en heren, ik praat met Imad Anouri, Vlaams parlementslid voor Groen, en met Paul Cordy, ook Vlaams parlementslid, maar dan voor de N-VA. Heren, welkom. Allebei uit de kieskring Antwerpen. En dan vraagt de mens zich af, Beerschot of Antwerp, Paul Cordy? Berchem. Berchem. Een oude familietraditie. Omdat wij in de jaren 50 had een neef van mijn moeder speelde daar. En sindsdien is de sympathie voor de club gebleven. Ja, het was een verplichting in de familie om dan voor Berchem te gaan. Een verplichting niet, een traditie. Het is wel gebleven. Iemand dan hier, Berchem? Of Beerschot? Of Antwerpen? Standaard de Liège. Dit is een atypische tafel. Ik ben opgegroeid met de Franse televisie thuis. Toen ik nog jong was, spraken mijn ouders vooral Frans. Later hebben ze Nederlands geleerd. En wij keken dan naar TF1, naar Olympique Marseille. En daar zijn we overgeschakeld naar Standaard de Liège. En sinds jongs af aan zijn mijn broer en ik grote fans van Les Rouges. Ik had me eigenlijk tijdens een voorbereiding verwacht aan antwoorden als Antwerp of Beerschot. In elk geval, als die twee tegen elkaar spelen, dan is de sfeer altijd wel een beetje geladen. Dat weten jullie natuurlijk ook als mensen uit Antwerpen, zoals eind april, toen na de match zo'n 30 mensen zijn opgepakt, verdacht van slagen en verwondingen, bendevorming, deelname aan een privémilitie. Nu, dat was na de match. Voor een goed begrip ook bijgewoond door 8000 mensen die vooral een fijne namiddag wilden beleven. Maar daarnaast was er ook ophef rond een spandoek waarop een Joodse Davidster was doorkruist te zien in het stadion, meegebracht door supporters, clubs noemen dat dan steeds zogeheten supporters, die ook anti-Joodse liederen hebben gezongen. Is dat illustratief, Imad Anouri, voor een hardnekkig probleem waarover u vragen heeft gesteld in de commissie Sport? Wel, ik denk, zoals u terecht aanhaalt, Antwerpen-Beerschot in een stad als Antwerpen zijn vooral twee traditieclubs met een heel rijke geschiedenis en heel veel supporters die hun club een warm hart toedragen. En er leeft enorm veel moois. Mensen leven mee, er gebeuren heel veel knappe dingen en heel vaak gebeurt dat op een positieve manier. Maar soms, vaker dan ons lief is, zie je daar ook wel negatieve elementen aan verbonden. Een van die elementen is inderdaad die spandoek. Er is gisteren trouwens ook een artikel verschenen in de Gazette van Antwerpen waarin werd geoordeeld dat dat spandoek, waar gerefereerd werd naar Joden, de bijnaam van Antwerp supporters, dat dat niet racistisch zou zijn. Hoe dat je draait of keert, ik denk dat daar wel een probleem is. Ik kan me voorstellen dat mensen zich gekwetst voelen. Ja, natuurlijk. Iedereen supporters misschien zich niet altijd even goed bewust zijn van de negatieve bijklank en de kwetsende toon die dit soort spandoeken kunnen hebben. Zij doen dat omdat ze de supporters van Antwerp een bijnaam geven, de Joden. De supporters van Amsterdam hebben die bijnaam trouwens ook. Maar de supporters die dan zo'n spandoek ophangen met een Davidster waar een enorm streep doorgetrokken wordt, die zijn zich volgens mij te weinig bewust van de culturele, emotionele connotatie dat het misschien meebrengt voor effectief Joodse mensen. Ja. En in dit geval gaat het niet over het beledigen als mensen dit zo aanvoelen van spelers op het veld, want daarover gaat het ook. Hè, toen u daar vragen over heeft gesteld in het Vlaams parlement, het beledigen van sporters, van de voetballers zelf. Laten we eerlijk zijn, racisme is een maatschappelijk probleem en het is ook een probleem in het voetbal en het is een breed probleem. Het gaat over spelers die beledigd worden op het veld, het gaat over spandoeken, het gaat over professioneel voetbal, het gaat over amateurvoetbal, het gaat over bij de jeugd. Het is breed verspreid en ik denk dat we er ook een brede aanpak voor nodig moeten hebben. En het is vandaar ook dat ik die vraag heb gesteld aan de ploeg waar u dan voor supportert, Standaard Luik. Daar hebben de supporters ooit een tyfo opgehangen van Steve Dufour. Ja, met zijn hoofd afgehakt. Dat was dan niet zozeer racistisch, maar dat was wel compleet wansmakelijk. En ik ben ook blij dat daar heel stevige reactie op is gekomen. Ja, wansmakelijk, racistisch, beledigend voor supporters, beledigend voor spelers op het terrein, onaanvaardbaar? Ja, ik denk dat we daar... Dat er eigenlijk een vrij brede consensus ook over is, hè. Dat je... supporteren mag ver gaan, je mag heel fanatiek van je club houden, maar er zijn natuurlijk grenzen. Hè. Het geweld is zo'n grens die niet mag overschreden worden, maar ik denk inderdaad ook dat je toch heel hard moet oppassen met welke slogans, met welke zaken je afkomt. En er is ook verwezen naar de naam die clubs zichzelf soms geven, er is verwezen naar Ajax. Ja, je weet wat Feyenoord roept als zij... Of riep, want ik denk dat in Nederland voor een stuk ook al wel beteugeld is, maar zij riepen wij gaan op jodenjacht. Ik bedoel...
Dat zijn zaken die natuurlijk niet... Dat moet je er echt wel uitkrijgen. Ja, dat moet eruit. Nu, die incidenten tijdens die match tussen Beerschot en Antwerp eind april hebben geleid tot vragen in de Kamer. Mm-hmm. De federale Kamer, waar uw partijgenoot minister Jan Bon bevoegd voor Binnenlandse Zaken antisemitisme, racisme veroordeeld heeft. Maar sport is sinds 1980 een gemeenschapsbevoegdheid. En dus heeft u in de commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media van het Vlaams parlement ook vragen gesteld. Maar dan aan de Vlaamse minister van Sport, Flip Muiters. Wat wil u van hem? Wel, ik denk dat het goed is dat je op de verschillende beleidsniveaus aandacht is voor deze problematiek. Dus ik denk niet dat dat per se een slechte zaak is. Maar mijn analyse is heel simpel. Er is een boek geschreven door Frank van Laken, een journalist en tevens notoir Beerschot-supporter, over racisme in het voetbal. En hij heeft dat boek samengeschreven met Paul Belloy. En dat is de eerste voetballer op Belgische velden met Afrikaanse roots. En het ging dan over een soort van de stand van zaken over racisme in het voetbal, vergeleken met toen tot met nu. En dan zie je dat dat probleem altijd hardnekkig is aanwezig geweest en dat er eigenlijk weinig is veranderd. Er is heel wat aandacht geweest, er zijn campagnes gevoerd. Say No to Racism is een campagne die we allemaal kennen van de UEFA en de FIFA voetbalwedstrijden. Maar als je dan kijkt naar wat er nog steeds op de voetbalvelden gebeurt bij ons, Verenigd Koninkrijk, Nederland en in veel ergere mate in Oost-Europese landen, dan zie je dat daar weinig verandering is gebeurd. En wat ik wou vragen aan de minister, want je zit daar ergens met een soort vacuüm. Je hebt de Pro League die bevoegd is voor een paar dingen. Je hebt de koepel boven de profclubs. De koepel boven de profclubs. Je hebt de Koninklijke Belgische Voetbalbond die bevoegd is voor een paar dingen. Die opereren allemaal nationaal natuurlijk. Die en u stapt naar de Vlaamse minister van Sport. Omdat voor mij ook het heel belangrijk is dat op amateurniveau en de jeugdreekse niveau, waar de minister natuurlijk wel mee verantwoordelijk voor is, daar op zijn minst dezelfde strijd wordt gevoerd. Want je kan je inbeelden, er zijn professionele voetballers die veel geld verdienen met hun sport, die enorm aangedaan zijn naar als supporters bepaalde dingen naar hun hoofd roepen. En die niet meer willen verder spelen. Dat is gebeurd bij internationals, dat gebeurt bij eerste klassers. Goed, maar verwacht u concreet van de minister? Beeld u in wat het effect daarvan dan is op een jeugdspeler ergens op een Vlaams veldje die exact dezelfde opmerking naar zijn hoofd krijgt. Dus wat ik wil, is dat de minister daar de tools die uitgerold zijn door bijvoorbeeld de Pro League, hebben we met hen samengezeten, die hebben heel wat dingen uitgerold. En die vragen zelf dat de bevoegde ministers op lokaal niveau, dus op Vlaams niveau, dat die dat versterken. Dat die zelf acties op tafel zetten, acties op poten zetten om racisme heel sterk te gaan veroordelen. Concreet, hoe zou zo'n actie er kunnen uitzien? Ik denk dat je twee dingen of drie dingen kan doen. Enerzijds denk ik dat je echt veel meer moet inzetten op sensibiliseringsacties. Dat je die profvoetballers kan gebruiken, de mensen van de nationale ploeg, en je kan er als Vlaamse overheid doen en daar een actie in ondernemen. Dat je een sensibilisering breed gedragen door alle clubs heen laat gaan, dat dat absoluut ontoelaatbaar is. Twee, je kan ook beginnen nadenken hoe je sportclubs, die je voor een heel groot stuk zelf mee subsidieert, mee gaat opnemen in een traject die zelf werk maken van antidiscriminatie. Clubs, trainers, ouders, spelers daarin zelf bewust maken. En als ze daar niet voldoen aan bepaalde eisen, kan je ook gaan nadenken over hoe je dan bijvoorbeeld subsidiegewijs er gevolgen aan kan geven. Dat zijn allemaal tools die je als minister, als Vlaamse minister in handen hebt. Doet uw partijgenoot, die Vlaamse minister, te weinig dan? Gebruikt hij zijn tools niet? Of niet genoeg? Er zijn natuurlijk een aantal tools die al gebruikt worden. En één aspect is daar trouwens, zit daar niet op Vlaams niveau, maar je hebt op basis van de federale voetbalwet heb je sowieso de mogelijkheid, of het versterkt de mogelijkheid om in te grijpen tegen een aantal zaken. Laat ons duidelijk zijn, van zodra dat het over strafrecht gaat. Laten we straks het over het federale niveau hebben, maar doet de Vlaamse minister genoeg? Gebruikt hij al zijn tools? Wel, ik denk dat er inderdaad wel een aantal tools effectief al worden gebruikt. Er gaat van minister Muiters heel veel aandacht naar hoe kan je ethiek in sport bevorderen, want dat gaat natuurlijk breder dan alleen dit fenomeen. Hè. Er zijn nog wel een aantal andere katten te geestelen. Dus grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld. Grensoverschrijdend gedrag. En daarnaast heb je natuurlijk de code goed bestuur die wordt ingevoerd. Het is natuurlijk, ik ben het ermee eens, hè, dat je inderdaad via de sensibilisering en dat die clubs daar grotendeels moeten doen, daar zit ook de sleutel. En trouwens ook de sleutel die ruimer is voor onze maatschappij dan enkel de sport. Want ik denk dat de sport ook een sleutel is om het bredere probleem in de maatschappij. Ja, u verwijst naar die code goed bestuur. Hè. Die hangt samen met dat federatiedecreet dat hij in 2016 heeft ingevoerd. Sportassociaties, verenigingen, federaties moet ik eigenlijk zeggen, worden niet langer gesubsidieerd op basis van de ledenaantallen alleen, maar ook op basis van de kwaliteit van hun werking. Heeft dat al resultaat?
Wel, is dat een goed instrument om racisme uit de wereld te helpen? Dat zal natuurlijk moeten blijken. Hè. Het loopt ook. Hè. We zijn daar in 2016 mee gestart. We hebben toch al gezien dat ongeveer ondertussen 2/3 van de clubs daar effectief ook wel op scoort. Ik denk wel dat dat een aanpak is die kan werken. En hoe bedoelt u daarop scoort? Wat is dat dan concreet? Wel, dat je toch wel ziet dat zij dat die code goed bestuur, dat die ook effectief gevolgd wordt. Dat men daar wat daarin zit, dat ook effectief uitgerold wordt, dat men daarmee aan de slag gaat. De kwaliteit van de werking, en die zei de minister trouwens ook in het parlement. Een sterke federatie kan beter optreden tegen racisme. Als ik u hoor zeggen, ja, clubs scoren goed, wat doen die dan concreet vandaag al rond racisme? Ja, ik denk dat de sensibiliseringsacties die er inderdaad lopen, hangt natuurlijk ook wel van club tot club en van context tot context af. Maar zou je eigenlijk heel in detail moeten gaan kijken. Dat zal ons misschien wat verleiden. Maar ik denk dat je ziet toch wel een aantal clubs die daar ook in hun jeugdopleiding mee aan de slag gaan, die daar supporters op aanspreken. Wat heel belangrijk is inderdaad, meneer... Anou die wijst naar wat er gebeurt bij jeugdspelers en zo. Hè. Want daar zie je inderdaad vaak het fenomeen dat je de ouderen en dergelijke ook mee in het bad moet trekken. Hè. Imad Anouri, dat federatiedecreet, die code goed bestuur, heeft al resultaat. Je bent misschien een beetje te vroeg met je commentaar of kritiek. Nee, helemaal niet. Met je geduld? Nee. Ik denk eerst en vooral, het decreet zoals dat hervormd is geweest, is op zich geen slechte zaak. Die code goed bestuur ook niet, per se. Alleen maar denk je dat er twee problemen zijn. Enerzijds spreekt de code goed bestuur over transparantie in de verkiezingen van nieuwe besturen, op welke manier dat verslagen worden gehouden. Al die dingen, dat zijn goede zaken. Die worden inderdaad voor een heel groot stuk op dit moment, je ziet daar ook, opgevolgd door clubs. Anderzijds vind ik wat er in die korf van subsidies die gelinkt wordt aan goed bestuur inzit qua een afdwingbaar kader met betrekking tot ethiek, tot grensoverschrijdend gedrag, tot racisme, vind ik veel te zwak. Heb ik ook altijd al aangehaald. Ik vrees dat op dit moment daar te weinig verandering in zal komen. En wat moet er dan gebeuren? Moet die code aangescherpt worden? Of Absoluut. Moet de naleving beter opgevolgd de code, worden? De code moet aangescherpt worden en er moet een heel duidelijk traject komen van wat er moet gebeuren. Ik zou heel graag willen pleiten, kijk, als je racisme in het voetbal wilt aanpakken, hè, dan denk je dat spelers en supporters, die luisteren vooral naar de clubs. De clubs, die zitten onder de koepel van de federaties en de minister, die gaat niet moeten zeggen tegen de mensen stop met racistische uitspraken te doen in het voetbal, maar die heeft wel controle over de federaties, die controle hebben over de clubs. De clubs moeten de eerste afzenders... toch achter de deur. Natuurlijk. Dus de clubs moeten de eerste afzenders zijn en de spelers, dat ze absoluut niet te spreken zijn over racisme. Een heel goed voorbeeld in Antwerpen, waar we allebei vandaan komen, is de City Pirates in Merksem bijvoorbeeld. Een ongelooflijk knap project van onderuit, die met inspirational quotes in het stadion, een heel diverse ploeg, een heel diverse jeugdwerking, elke keer opnieuw het signaal uitstuurt. Wij als City Pirates zijn tegen racisme en zijn plek voor iedereen, waar iedereen welkom is. Zij botsen natuurlijk ook vaak op een buitenwereld die daar niet altijd even begripvol mee omgaat. Dat is een voorbeeld van hoe het kan. Ik zou willen dat de minister via die korf van goed bestuur een aantal lijnen duidelijk naar voren schuift. Bijvoorbeeld 3 vormingen per jaar over antiracisme, 1 informatieavond. Ik ben u dingen gewoon suggestief aan het voorstellen waarop gewerkt kan worden. 1 informatieavond voor de ouders, sensibiliseringcampagnes voor de spelers. Dat je echt als club bepaalde dingen opgelijst krijgt, waar je mee aan de slag moet gaan, waar de minister en de federaties je in kunnen ondersteunen. Want clubs worden vaak gedragen door vrijwilligers. Je kan niet alles van hen verwachten. Je kan hen wel de ondersteuning geven. En dan heb je een traject, dan heb je iets stevig in handen waar je resultaat mee kan boeken. Een goed idee, Paul Cordier? Well, ik denk dat we al eens moeten evalueren wat er nu natuurlijk ligt. Het moet ook werkbaar blijven voor de clubs. Ik ben het voor een stuk ermee eens dat je inderdaad een goed traject, maar dat je moet ook dan de juiste tools kunnen aanreiken natuurlijk. Mm-hmm. De federaties moeten dan ook effectief wel kunnen ondersteunen. Want als zijn de tools niet de centen die van de Vlaamse overheid komen? De centen alleen zijn misschien niet voldoende. Ik denk dat je toch wel... Wat moet erbij komen? Ja, ik denk dat je moet instrumentarium aanreiken. Je haalt het voorbeeld aan van dat is duidelijk een vorming, training, hoor ik hier zeggen. Dat zal inderdaad nodig zijn. Je kan niet van vandaag op morgen zeggen van doe dat of we pakken je centen af. Als je verder zegt dus van... Ik denk ook niet dat de minister dan gaat bedoeling is. We zullen zien wat het exacte voorstel natuurlijk is. Ik denk dat... Ieder instrumentarium dat kan bijdragen tot het klimaat dat we willen bereiken, is toe te juichen. Maar we zullen het op
papier en in de praktijk moet je zien dat het voorstel natuurlijk is. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, je moet een klimaatwissel krijgen. Mm. Je moet echt een soort van state of mind krijgen. Dat ga je doen enerzijds door de clubs. En ik ben zeker gevraagd aan de partij om meteen subsidies af te pakken, maar wel van een heel duidelijk traject. En bij zij die hardleers zijn, er wel een gevolg aan te koppelen. Nee, maar laat ons wel wezen, als het gaat over instrumentarium, laat ons wel wezen, profclubs, wiens omzet en veelvoud is van de subsidies die ze krijgen, lig je misschien niet echt wakker van de dreiging de subsidies gaan verdwijnen. Maar ik zal u er iets anders zeggen. Als u zegt instrumentarium, de Pro League, die hebben eigenlijk een redelijk goed instrumentarium uitgewerkt. Die willen daar heel graag mee aan de slag gaan en die zijn vragende partij om meer politieke ondersteuning te krijgen, om wat zij hebben ontwikkeld, ook op lokaal en op amateurniveau mee te gaan uitrollen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld een uitgestoken hand is waar we in Vlaanderen mee aan de slag moeten gaan. Als het gaat over die profclubs, dan denk ik dat je daar op een andere manier kan werken. Nu, om even door te gaan op die Pro League, ze hebben inderdaad in februari dat actieplan naar voren gebracht. Clubs gaan zelf overtreders een stadionverbod mogen opleggen. Ik hoorde trouwens uw partijgenoot Herman Wijnand in de commissie zeggen, Westerlo, een club die hij dan goed kent, doet dat ook, heeft eigenlijk al eigen supporters verboden om een stadion te betreden. De landskampioen Club Brugge. Oh, Club Brugge, sorry. Club Brugge. heeft dat ook al gedaan. Ja. Dus als u heil verwacht van clubs, ja, die doen het ook wel, hè? Ja, maar dat is net ook wat ik wou aangeven. Een club als Club Brugge of Anderlecht zijn clubs die op dit moment, als ik me niet vergis, een 13-tal mensen hebben geschorst die geen toegang meer krijgen tot het stadion omwille van zo'n uitspraken. Ik noem dat het Engels model. Mm. Dat gebeurt in Groot-Brittannië, waar de problemen met racisme en antisemitisme zelfs groter zijn dan bij ons, zeker in het huidige Brexit-klimaat. Dan zien ze daar een toename van dat soort uitspraken. Dat vind ik een goede zaak. Je hebt daar ook die match delegate die ze aanstellen, mensen die eraan zijn tijdens de wedstrijd, die dan mee in de gaten houden welke dingen die gebeuren. Een soort van official van de voetbalbond zelf. Ja, die mee in de gaten houdt over dingen gebeuren die absoluut buiten de grenzenkleuren van het toelaatbare. Je hebt stewards die er ook zijn, die mede dingen in de gaten houden en supporters ter orde kunnen roepen. Het probleem maar u zegt daarmee, in Engeland, wij hebben dat ook allemaal, hè? Ja, maar het probleem, nee, dat zijn voorstellen die ook hier in België gebeuren trouwens en dingen die hier in België gebeuren. Waar is het probleem daar? En dat is misschien ook wel het probleem met de aanpak die er vandaag de dag is. Op papier klinkt dat heel mooi. In de praktijk zie je dat zo'n matchdelegate, wat hij wel of niet aanvaardbaar vindt, is heel subjectief. Daar is geen duidelijk omlijnd kader voor. Iedereen is erover eens dat het discriminatie niet kan, iedereen is erover eens dat homofobie niet kan, dat bepaalde kwetsende uitspraken niet kunnen. Maar als je dan effectief uitspraken naast elkaar begint te leggen, wie vindt wat kwetsend en wanneer? Twee, stewards, die krijgen heel veel verantwoordelijkheid. Maar stewards zijn vaak vrijwilligers, die de supporters zelf ook kennen. En die willen vaak de bruggen die ze hebben niet opblazen door te zeggen van ja, wat jij hebt gezegd, dat kan niet. Ik ga nu er even weghalen, terwijl alle vrienden op mij staan te kijken. Paul Cordy, ik hoor je zeggen, we hebben wel een aantal instrumenten, maar ze werken niet. Of ze niet werken, of toch niet voldoende. Of ze niet werken, dat ben ik toch niet. Allee, ik denk dat we toch wel wat moeten nuanceren. Je kan die zaken wel doen werken. En het voorbeeld van inderdaad van Westerlo, waar er worden ook mensen effectief geschorst. Is dat een moeilijke? Vaak hangt het inderdaad wel een beetje af van de appreciatie. Dat is ook niet slecht. Zo werkt een juridisch systeem nu eenmaal. Je moet vaak ook gaan bekijken van in welke context wat juist wordt gezegd. Nu natuurlijk, hoe meer vorming je die mensen geeft, denk dat je daar maatschappelijk ook wel een zekere consensus over moet hebben. Hè. Ja, okay. Ik hoor een pleidooi voor meer vorming, zowel bij Tanouri als bij u. Zou ik daar nog één ding over willen zeggen? Kijk, ik heb het net gehad over de amateurniveaus en wat daar volgens mij moet gebeuren, de vormingen en de cursussen. Bij profclubs heb ik net ook aangehaald wat er gebeurt, maar wat daar de problemen zijn. Ik wil één onderstrepen dat in beide gevallen er ook heel wat clubs zijn die heel wat goede dingen doen en waaruit er heel positieve projecten zijn. De eerste klasseploegen, waar ik net heb gezegd voor de amateurliga, klopt ook voor de eerste klasseploegen. Als supportspelers zelf de lans verbreken en clubs keer op keer door blijven hameren dat dat niet kan, dan denk je dat daar een verandering kan komen. Daar gebeurt nu nog te weinig. Maar collega Cordy heeft net het juridische aangehaald en dat vind ik misschien nog wel het grootste probleem. Als je kijkt naar de analyse van de afgelopen jaren, en we zijn het hier allemaal over eens, dat racistische uitspraken in het voetbal een probleem zijn, en je kijkt naar de juridische veroordelingen, daar is om te huilen. Hè? Ja, maar dan zitten we natuurlijk op dat punt waar Paul Cordy al op gewezen heeft. Er is natuurlijk wel een en ander op federaal niveau. Mm-hmm. De strafwetgeving is federaal, de voetbalwet, die clubs verplicht om een aantal zaken rond veiligheid te organiseren, ja, die is federaal. Mm-hmm. De voetbalbond opereert federaal, de Pro League opereert federaal. Ja, dat is lastig, hè. Hoe moet je nu al die neuzen in dezelfde richting krijgen op niveau van de gemeenschappen en op het federale niveau?
Ja, enfin, u weet, het standpunt van ons is natuurlijk dat we zeker wat, ook wat de professionele liga betreft, dat die eigenlijk bij Vlaanderen thuis hoort. Hè. Maar goed, wat het strafrecht betreft, het blijft hoe dan ook, of dat dan nu federaal of Vlaams zit, dat blijft een beoordeling die door rechtbanken zal gebeuren. Ja. En dat heeft natuurlijk tot gevolg dat die rechtbank een afweging zal maken en dat die naar bewijslast zal kijken en dat die zal kijken naar intentie enzovoort. Dat zijn nu eenmaal de vereisten die ook in de antiracismewet, hè, vooraleer dat je op racisme wordt veroordeeld, moet er een aantal voorwaarden voldaan zijn en de rechter zal moeten oordelen of dat ook effectief zo is. En daar zal je inderdaad zien dat het probleem juist is om tot een veroordeling te komen, ligt aan de wet, maar ik weet niet of dat je de wet zwaar, want die is eigenlijk op zich al goed, maar ligt natuurlijk aan wat is de appreciatie van de rechtbank. En goed, en wie moet initiatief nemen wel, om als zaken ja, ik denk, op de bureau kunnen Ik denk dat je vooral, ik denk dat je daar eigenlijk, ik denk dat je daar, ja, wie het initiatief moet nemen, ik denk dat inderdaad de mogelijkheden zijn er dat via spotters en stewards enzovoort, dat die aangifte wordt gedaan. Maar ik hoor Anthony zeggen, dat gebeurt te weinig. Die mensen durven niet, zijn betrokken, zijn stewards, zijn eigenlijk ook een beetje supporter. Mm. En dat gebeurt dan te weinig. Ja, goed, maar vooraleer dat er inbreuken moeten worden vastgesteld. En daar ga je mensen voor moeten hebben. En je hebt het instrumentarium met de mensen die vaststellingen kunnen doen. Je kan daar natuurlijk volk blijven op bijpompen, maar ik weet niet of dat je kan daar niet x aantal politieagenten nog eens extra. De politieinzet bij voetbalmatchen is al enorm groot. Maar ik denk dat je vooral eigenlijk daar ook, wat daaruit blijkt, is dat het strafrecht goed is dat het er is. De antiracismewet is goed dat die er is, maar repressie heeft op dat punt botst altijd op een aantal grenzen. Dus vandaar dat het belang van die sensibilisering. Ja. Botst op grenzen, maar u heeft in diezelfde commissie opgeroepen tot meer repressie? Ik heb niet per se opgeroepen tot meer repressie. Ik heb wel tot een meer nauwkeurige opvolging gevraagd van wat er op dit moment gebeurt. Ik ga u citeren. Ja? U heeft letterlijk gezegd, voor het repressieve luik is er weinig aandacht. Ja, en dat is net wat ik net heb gezegd, om te huilen. Als je kijkt naar de juridische gevolgen van mensen die veroordeeld zijn geweest of uit een stadion zijn geweest omwille van racistische uitspraken, gebeurt daar juridisch zeer weinig mee. Waarom is dat zo? We hebben een zeer goede antiracismewetgeving hier in België. Op papier is dat prachtig. In de praktijk, omwille van de bewijslast en tal van andere redenen, zien we dat de veroordelingen zeer weinig volgen. Dat is een maatschappelijk probleem. Experten zijn het erover eens dat daar iets moet gebeuren. De bewijslast kan in het stadion toch geen probleem zijn? Elke match wordt gefilmd in eerste klasse. Omwille van de reden die ik net heb aangehaald en omwille van dat de camera's niet altijd natuurlijk op een supporter staan en op het juiste moment de juiste dingen aangrijpen. En dan zit je met een heel perverse situatie. Je weet dat er iets is gebeurd, maar omwille van de bewijslast en alles wat daarbij komt, is tot een veroordeling komen heel moeilijk. En ik vind dat een belangrijk signaal, die veroordelingen. Niet omdat ik fan ben van een repressief beleid, helemaal niet, maar omdat ik een fan ben van het sport, van de sport, van voetbal. En ik wil dat mensen die zich daar misdragen, daar ook de gevolgen voor dragen, zodat het een feest blijft voor de rest. Als u trouwens ook nog de vraag stelt, is het geen probleem dat het op verschillende niveaus zit? Ik denk dat het helemaal geen probleem is. Wat zou ons kunnen helpen? Wel bijvoorbeeld dat op Vlaams niveau en federaal niveau dezelfde partijen aan de macht zijn. Kijk, dat is het geval. Dus dat overleg zou eigenlijk niet moeilijk moeten gaan. En twee, dat hoe meer mensen daar verantwoordelijkheid in willen opnemen en echt iets willen veranderen, hoe sneller daar iets zal gebeuren. Ja, babbelen uw partijgenoten dan genoeg met elkaar? De ministers bedoel ik? Die praten inderdaad genoeg met elkaar. Maar ik denk, het zou nog structureel zou het sowieso beter zijn dat het allemaal. Allee, ik zeg maar iets, de politie oprommelen voor een kanaalplan was geen probleem. Je zou er meer naar staan. Maar er is al een, laat ons niet vergeten dat er al een grote politie-inzet is bij grote voetbalwedstrijden. Dat kost ook een hoop geld. En die heel hard ook moeten focussen op dat geweld en zo dat zich voordoet. Dus men heeft al wel wat te doen, hè. Laat ons dat niet vergeten. Maar waar zit het probleem? Hè? U haalt dat terecht ook aan. Je moet tot veroordelingen komen. Mm. En je kan daar heel veel politieagenten zetten, maar de vaststellingen moeten kunnen gebeuren, de bewijslast moet er zijn enzovoort. En dat is niet evident. Nee. Hoe fijnmazig je wetgeving ook maakt, dat blijft een moeilijke zaak om effectief tot een veroordeling te komen. Vandaar dat je moet weten, laat ons daar heel duidelijk over zijn. Hè. Voor mij is de wet de wet en de wet moet worden toegepast en als de wet overtreden wordt, moet worden gestraft. Mm-hmm. Maar het straffen moet uiteraard gebeuren binnen het kader van een rechtsstaat. Absoluut. En ik zou niet liever hebben dan dat mensen die zich schuldig maken daaraan, dat we dat kunnen bewijzen, hebben die voor de rechter brengen dat die, waaraan ze schuldig zijn, daar ook voor worden veroordeeld. Maar als je merkt dat, op een gegeven moment bots je tegen de muur van wat mogelijk is. En dan merk je van, als we het puur de repressie gaan opdrijven, ja, ofwel
ja, je botst op die grens en anders loop je het risico van in scenario's terecht te komen waar je veel ruimer vangnet gaat uitwerpen. Dat mag maar ondertussen zeker blijft het probleem natuurlijk al slimmer. Ja. En blijven we incidenten krijgen zoals we het afgelopen seizoen hebben gezien. Want u haalde al aan, ja, misschien moeten spelers zelf een signaal geven. Ik las ook in het stuk van journalist Van Laken, ze moeten consequent van het terrein stappen. Wel, eerst en vooral wil ik zeggen over de politie. Ik wil daar nog heel even op ingrijpen. Ik denk niet dat politie het antwoord is op de problematiek die we nu zijn aan het bespreken. Politie is er om de veiligheid te garanderen, om ervoor te zorgen dat er niet... Om vaststelling te doen bijvoorbeeld. Maar ik denk dat de stewards en de match delegate, als we dat verder uitwerken en de problemen die ik net heb aangehaald verscherpen, dat geen problemen meer zijn, dan zal dat effectiever zijn en zal dat efficiënter zijn. Ja, want zo'n match delegate die schrijft een verslag natuurlijk. En ik denk trouwens, waar je wel meer op moet inzetten, en dat is ook een beetje een Achilleshiel van sommige clubs, niet allemaal, is de communitywerking. Ik denk de communitywerking, de gemeenschapswerking die professionele voetbalclubs hebben, en sommige heel goed, zoals AA Gent, dat die veel meer effect zullen hebben dan maar politie. Waarvan Mark Koeken deze week zei, we gaan daar ook mee beginnen bij Anderlecht. Ik zou het liever hebben, en dat is dan wel een Angelsaksisch model en ook meer een Nederlands model, dan zie je dat clubs veel meer zijn dan een economisch geld opbrengend verhaal, maar dat dat ook een samenlevingsverhaal is. Ik onthoud toch uit uw verhaal dat u toch wel voor een groot stuk rekent op die clubs. Absoluut. Slotvraag, iets helemaal anders. Ja. Imad Anouri, ik las in KNAK, in een nummer uit september vorig jaar, toen er blijkbaar ook ophef was rond de niet-selectie van Raja Nainggolan, dat u toen zei, roep hem toch maar op, bondscoach. Vindt u opnieuw dat Martinez zich vergist, heel kort? Ik vind dat hij zich vergist. Het is wat mij betreft de zesde beste speler in België. Hij heeft in de Champions League 2 doelpunten gemaakt, de halve finale. Geen enkel Belg kan hem nazeggen. Maar desondanks gaan we toch met Martinez en de geselecteerde spelers los dat WK winnen. Ja. En wat vindt u, Polker? Die moet Nainggolan is een Antwerpenaar, hè? Iemand van uw stad. En Peter van de City Pirates. En Peter van de City Pirates. Uiteraard vind ik dat als Antwerpenaar zeer spijtig dat hij er niet bij is. Maar een coach, en dat is een beetje met bloedend hart, hè. Maar een coach moet natuurlijk doen wat hij... Hij bepaalt de strategie. Ja. En ondanks de niet-selectie van Nainggolan toch supporteren binnenkort tijdens het WK? Moeilijk, hè, voor een dat is een moeilijke. Nee, laat ons zeggen, niet omwille van de kleur, niet omwille van wat de club voor als staat vertegenwoordigt, maar uiteraard, dat zijn spelers die de Vlamingen vertegenwoordigen, die de Walen vertegenwoordigen, de Brusselaars vertegenwoordigen. Dus je gaat er toch voor supporteren? Uiteraard zijn wij. We gaan ons amuseren. En we gaan ons vooral, inderdaad, dat is een belangrijke, amuseren. We gaan ons amuseren en we hopen vooral dat heel dat WK, en we zitten daar in een gevoelig land wat het onderwerp betreft, zonder racisme verloopt. Zonder racisme verloopt, zonder zware incidenten verloopt. Daar vrees ik voor. Imad Anouri, Vlaams parlementslid voor Groen, en Paul Korty, Vlaams parlementslid voor de N-VA. Bedankt voor jullie komst naar onze studio. En u, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.